We zijn vandaag in de Bijenkorf Rotterdam, waar we in gesprek gaan met kunsthistoricus Wim Pijbes om te horen hoe hij zich voorbereidt op kerst. Waarom de keuze voor een eenpersoons kersttafel? Kerst is traditioneel het feest voor veel, voor familie. Maar de waarheid is eigenlijk dat er door heel veel alleenstaande kerst wordt gevierd in hun eentje. Kan je vertellen wat je op tafel neer hebt gezet? Je kan die tafel natuurlijk helemaal vol duwen met decoraties en mooi en veel. Maar daarmee wordt die nog niet luxe. Voor mij is Bijenkorf ook een vorm van luxe. Dus minder, maar wel het allerbeste. Deze kersttafel is dus een kersttafel voor een alleenstaande. Geen eenzame per se, maar iemand die alleen kerst viert. En daar toch even flink uitpakt. Dus deze persoon, of de man of een vrouw is, laat ik het midden. Maar die wil zichzelf toch even op deze bijzondere dag verwennen.